Ja man, prettige wedstrijd hè? En mic check, mic check. Checker die check. Checker die check. Oké, okay, nice man. We gaan van deze kant zitten. Oeh, wat gebeurde er? Ja, je ging achter mij. Ja. En ik zag het. Ik zag je zo. Zo gewoon gekke, gekke beweging maken. Ja. My man, Alejandro, Alejandro, don't call my name, don't call my name. Alejandro, Alejandro. Je hebt een bijzondere naam, Alejandro, zeg ik het goed? Ja. Ja, deze man heeft zieke skills. Met de nadruk op skills. Sinds wanneer is de bal, of zijn alle ballen van de wereld, verliefd op jou? Dat weet ik niet. Ik denk sinds mijn 30. Raakte je die bal aan of een bal zag jou en die deed... Alejandro, Alejandro. Ja, soort van. Dus je was pas 36 maandjes oud. Ja. En toen begon je al gek te doen met de bal. Ja, ik schopte alleen. Alleen maar schoppen? Ja, soort van. Je was boos op de bal. Ja. Hoe vaak oefen jij? Per dag. Ja, per dag, per minuut, per uur, per jaar. Wat mag jij zeggen? 3 tot 4 uur per dag. 3 tot 4 uur per dag? Ja. Ben je serieus? Ja. Ben je goed bij je hoofd? Ja. Vind je het dan niet saai op een gegeven moment? We zijn gewoon met vrienden. En dan voetballen we gewoon tegelijk. En dan ja. Dan gaat tijd snel. Wat zou je willen? Het liefst straatvoetballen, het liefst veldvoetballen of het liefst freestylen? Straatvoetballen. Je hebt ook straatvoetballers die eigenlijk niks met veldvoetbal hebben. Vooral freestylers zijn, maar ook bepaalde straatvoetballers hebben gewoon zoiets van ik wil helemaal pannen geven klaar. Ja. Het interesseert me niet dat Kevin De Bruyne bijvoorbeeld heel erg goed is. Hoe sta jij erin? Ik wou wel op voetbal, maar dat kon niet door mijn rug. Dus ja, ben ik gewoon op straat gaan voetballen. Oké, daar noem je wel iets. Ja. Ja. Je hebt iets met jouw rug. Ja. Wat heb jij met je rug? Ja, ik heb een scoliose, dus dan zijn bepaalde botten niet goed aangelegd. En daardoor ben je, dat gebeurt bij je geboorte. En ja, daardoor kan ik niet op voetbal, want ik kan bijvoorbeeld niet getackled worden of een beuk in mijn rug krijgen. Oké, en daardoor ben je eigenlijk gaan straatvoetballen? Ja. En trucjes gaan leren? Ja. Dat is een apart verhaal. Sterker nog, dat komt mij heel erg bekend voor. Hoe kan dat nou, dat het mij bekend voorkomt? Omdat jij misschien hetzelfde hebt. Misschien of zeker? Zeker. Ja. Ik heb inderdaad ook een scoliose. Ik ben toen geopereerd aan mijn rug. Ik heb ook een ijzeren pin in mijn rug. Ik heb niet alleen een beginosso, maar ik heb ook een gekke punt op mijn rug. Ja. Dus wij hebben eigenlijk hetzelfde. Ja. Dat schept wel een band. We zijn nu echt bradas, zeg maar. Ja. Maar geen bloedbradas, maar wel... Bradas van een andere moeder. Broeder van een andere moeder? Ja. En scoliose is dus een vergroeiing van je wervelkolom. En dat hebben mensen op verschillende plekken. Hè? Ja. Bij jou zit het volgens mij vooral, als ik dat mag doen, is het een beetje naar voren gekomen, toch? Ja. En bij mij, misschien is het wel even goed om te laten zien. Kom, gaan we even staan. Right. Mm-hmm. Kijk. Jij hebt eigenlijk... Zo, kijk. Mag ik dit doen? Ja, zeker. Je moet wel ja zeggen. Ja, sorry. Je hebt eigenlijk hier een bochel. Hè? Het komt naar voren. Ja. Je hebt zeg maar 1 chest. Ja. En bij mij zie je aan de voorkant eigenlijk niet zoveel. Bij jou zie je het wel aan je voorkant, ook aan deze kant. En waar zie je het bij mij? Hierachter. Ja, als ik dit doe. Kijk. Zie je dat? Hebben we het? Ja, het ziet er goed uit. Hè? Ja, ik ben zeg maar high op deze manier. En het wordt wel een beetje een droevig verhaal, hè? Zijn wij zielig? Nee. Tuurlijk niet. Zo. We zijn trots op ons? Ja. Zelf? Ja. Ja, toch?
Ja. En wat hebben we ervoor teruggekregen? Daardoor zijn we? Gaan straatvoetballen. Gaan straatvoetballen, hebben we skills geleerd. Ja. Vet man, ik heb eindelijk iemand gevonden die hetzelfde heeft als ik. Ja. Alleen jij bent nog ietsje beter dan ik. Nee. Ja, dat vind ik. Dat bepaal jij niet. Ik vind dat jij beter bent dan mij. Jij hebt meer skills. Ja, 10 keer zoveel skills. Ik vind dat Alejandro meer skills heeft. Vind je dat nou ook? Doe een blauw duimpje omhoog of een duimpje eraf. Waarom loop je zo raar? Waarom loop je zo raar? Ik ga een padden geven. Bro, wat doe jij? Leven. Leven. Goed antwoord. Wat is jouw favoriete truc? Als je eentje mag uitkiezen. Jouw truc. Welke? De Zanier aan de rood. Laat eens even zien. Doet hij gewoon in 1 keer, hè? Ik zeg eerlijk, op jouw leeftijd moest ik er 3000 keer over doen. Sterker nog, leg eens de druk bij mij. Jij moet zeggen, je moet hem nu in 1 keer doen. Nu in 1 keer. Hey. Is er een truc waar je mee bezig bent die je net niet hebt? Waar je nog mee bezig bent met trainen? Ik zeg maar deze. Oh. Ja, die is niet makkelijk. Maar ik vind het ook knap dat jij gewoon dit beheerst. Ik heb heel weinig mensen gezien die dit makkelijk kunnen. Jij doet dat super makkelijk. Ik doe meestal met die armen nog zo erbij. Huts, 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 huts. 1 voet. Maar wat jij wil leren is eigenlijk dit. Zo, ja. Die eroverheen. Ja. Oké. Doe eens nog een keer. Gaan we even kijken. 1, 2, 3, 4, 5. Je moet eigenlijk jezelf een beetje iets meer tijd gunnen. Je hoeft niet zo snel te gaan. Nog een keer? Natuurlijk. Ja, ja, luister, camera is aan. Deze gaat gewoon lukken. Oeh. Kijk, wat je moet doen is eigenlijk, op het moment dat ik hem zeg maar zo doe, tik, tik, is zo recht mogelijk omhoog. Dat is het makkelijkste. Zo recht mogelijk omhoog. Tik. Tik, tik, tik. Als je gaat hoog houden, doe je 1, 2, 3 en dan doe je hem. Oké. Dus na 3 keer. Dus je doet rechts, links, rechts. Rechts, links. Oh. Je doet rechts als laatste, toch? Ja. Rechts, links, rechts. Oei, 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 oei. Ik heb het idee dat je hem vandaag voor het eerst in je leven gaat doen. Waarom? Gewoon omdat het kan. Come on, come on. Ik wil hem zien. Ik ga die druk op jou gooien. Als je hem niet kan, ga ik je de hele dag bakka's geven. Toe. Ja, dat wil je niet, bro. Oké, wacht even. Hoppa. De bakka's worden steeds harder, hè? Kom maar hier. Hoppa. Hey, heerlijk man, bakka's. Ik ben een strenge trainer. Tik, tik. Nee. Juist, dan moet je hem niet doen. Heel goed. 1, 2, 3. Goed zo. 1, 2, 3. Nee, heel goed. 1, 2. 1, 2, 3. Oeh. Hoppa. Nog eentje. 1, 2, 3. Ik moet je wat belangrijks vertellen. Kom even die kant. Bro, wat doe je? Ik moet je wat belangrijks vertellen. Dit was ronde 1. Dit was de opwarming eigenlijk. Zelfs een warming up. De finale ga je zien aan het einde van deze aflevering. Kijk of je het gaat halen of niet. Alejandro, wie is echt jouw voorbeeld? Ronaldo. Mm-hmm. Jij? Ik wist dat ik zijn voorbeeld was, dus daarom vroeg ik het ook. En mijn broer. Wat zijn we ijdel. Ronaldo, Sofiantje en jouw broer. Waarom jouw broer? Hij doet veel voor mij. Hij gaat ook niet op voetbal voor mij. En ja, dat vind ik wel heel lief van hem. Dat moet je wel een beetje uitleggen. Hij gaat niet voetballen voor jou. Dat snappen wij niet. Ja.
Ik mag niet op voetbal, dus daarom gaat hij ook niet op voetbal. En waarom mag jij niet op voetbal? Omdat ik een scoliose heb. En omdat jij een scoliose hebt? Ja. En hij het vervelend vindt dat jij niet mag voetballen? Ja. Gaat hij ook niet op voetbal? Ja. Ik hoorde ook dat hij vandaag met jou mee kon gaan, maar wat zei hij toen? Hij zei, nee, het is jouw dag. Hij wou jou gewoon helemaal de shine geven vandaag. Ja. Hoe heet jouw broer? Antonio. Antonio. Antonio trabaja trabiji. Antonio. Amigo. Hermano. Een dikke shout-out naar jou. Hopelijk zijn er meer Antonio's. En minder Alejandro's. Oké, en als je nu zeg maar mag dagdromen, van wat zou je uiteindelijk willen bereiken? Wat doe je met voetbal? In het leven, met voetbal. Neem ons mee in jouw verhaal. Dat meer kinderen op straat gaan voetballen. En ja, dat. En mijn diploma halen. Dat. Voor de rest weet ik niet echt. Ben je altijd zo verlegen? Ja. Verlegen zijn is een mooie eigenschap. Ja toch? Is toch veel beter dan stoer doen en arrogant zijn? Ja, weet ik niet. Ja. Jij hebt echt reden om stoer te doen. Nee. Natuurlijk wel, je hebt echt veel skills. Ik zou genoeg boys kennen die op het moment dat ze jouw skills hadden, zouden ze de hele dag lopen alsof ze op de rode loper lopen. Maar jij blijft gewoon kalma, kalma. Kalma. Kalma, kalma. Word jij wel eens gepest? Vroeger. Vroeger? Ja. En wat gebeurde er dan? Wat zeggen ze dan? Kijk, die scheven en zo, dat soort opmerkingen. Wat deed dat met jou? Ja, het doet wel pijn, maar meestal moet je gewoon niets meer aantrekken. Ga het even in scène spelen, ja? Ik kom aangelopen zo. Dan zeg ik... Hey, scheven. Ja, scheve jongen. Ja, dan zeg ik, hey Tjolder. Ik zeg gewoon meestal, waarom zeg je dat tegen mij? Oké. Dit is het moment dat ik iets daarover ga zeggen, over pestgedrag. Weet dat als iemand pest, dat diegene onzeker is. Het feit dat hij onzeker is, zoekt hij iets bij iemand anders om zijn eigen problemen te laten verschuilen. Eigenlijk speelt iemand verstoppertje terwijl die nare dingen zegt. Stop, hou op. Het is niet stoer om te pesten. Nou, het zou wel stoer zijn als je dat doet bij Badr Hari of Rico Verhoeven. Dan vind ik je echt super stoer. Tot die tijd ben je een mietje. Alsjeblieft, kein pestgedrag. Anders ben jij super zielig. Wees altijd trots op jezelf. Ja. Je zegt natuurlijk, Soef. Wees altijd trots op jezelf. Tuurlijk, Soef. Altijd. 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 Box. Alejandro, dit is David. En ik eis van jou om hem een panna te geven. David, ik eis van jou om de bal af te pakken. Kom, doe je best, hè? Ja, maar goed gedaan, goed gedaan. Tom, kom. Geef hem een panna, zo snel mogelijk. Jouw opdracht is, pak de bal. Oké. Wow. Kalma, kalma. Ja, ik zie hem al. Ja. Wajo. Oeh. Ja, sorry Tom. Panna krijgen is een beetje stom.
Wil je dat ik de volgende keer naar jou toe kom? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. Laat in de comments weten waarom ik naar jou toe moet komen. En alsjeblieft, zet geen adres van jou, want als ik je wil vinden, dan weet ik je te halen. Alleen maar zeggen waarom ik naar jou toe wil komen. Wij hebben nog iets met elkaar af te maken? Ja? Oh ja. Ja. Ik ben van de harde stempel. Als hij de truc niet kan, krijgt hij elke keer zo een klapje op zijn achterhoofd. Kom op, hè? Ja. De druk is hoog. Come on. En anders krijgt hij huiswerk. Tik, tik, tik. Ja, kom maar hier. Kom op, kom op, kom op. Dan krijg ik huisarrest. Nee, je moet het snel opgeven, bro. We hebben nog even batterij. Hij lukte. Hij lukte, hij lukte. Sorry? Hij lukte, serieus. Hij lukte. Ja, maar ja, de camera. Ja. Hij lukte. Ja, de camera staat niet aan, bro. Hij lukte. Hij staat wel aan, maar hij stond niet op jou. Hij lukte. Echt waar? Ja. Nou, laat toch een keer zien dan. Ja, bro, als die is gelukt, dan moet je hem nog een keer laten zien. Ik deed gewoon een paar trucjes. Anders gelooft niemand het. Oh! We hebben een primeur, dames en heren. Huisarrest gelijk. Huisarrest, ja. Zijn huiswerk heeft hij gelijk opgepakt en hij kan hem. Ik weet je naam weer. Ja. Alejandro, Alejandro. Hoe voelt het? Goed. Supergoed. Dankzij jou. Nee joh, dankzij jezelf. Dikke shout-out naar Alejandro, Alejandro. En Esso, en Esso. Naar Alejandro, Alejandro. Nou, nog even één familiefoto. Kom even daarnaast staan. Oh, mijn kleintje. Pies. Nee, wil je het zo doen? Ja. Pies. Ja, oh ja, 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 ja. Nou, wat vroeg u? Ik zeg dat het zo lang duurt dat hij een foto maakt. Voor uw informatie, het is gewoon een film. Ik heb u in de maling genomen. Oh, smicht. Ja. Smicht. Nou, ik ben officieel een smicht.